In deze video wil ik graag hebben over één mooie eigenschap van de ABC-formule. Een mooie eigenschap van de ABC-formule. ABC en dat is namelijk de discriminant. De discriminant. Ook wel afgekort met de letter D. de D. En eerst laten we even weer de... Abc heeft moet opschrijven. Dat is min B plus of minus de wortel van B in het kwadraat min 4AC gedeeld door 2a. En in deze formule zit de discriminant verstopt. En de discriminant is namelijk dit mooie stukje hier. Dat terwijl de discriminant is de b in het graad min 4 ac. Nou, laten we nog even een vergelijking als voorbeeld nemen, want deze abc-formule die werkt alleen met de vorm ax in het graad plus bx plus c is 0. oftewel voordat je de abc-formule mag invullen, moet de vergelijking er deze deze in Zien. En laten we er een voorbeeld bij pakken. Laten we zeggen 2x in graad plus 3x plus 1 uh, plus 1 is 0. Ja. En in dit geval is dan de a 2, de b is 3 en de c 3. En de discriminant in dit geval, die kunnen we dan invullen. De discriminant bij deze is dan. p in het graad is 3. Dus 3 in het graad. Min 4 keer 2 keer 1. Oftewel, in dit geval is de discriminant gelijk aan 9 min 8 is gelijk aan 1. En. Wat nou zo mooi is aan die discriminant, is dat je aan de discriminant kunt zien hoeveel oplossingen de ABC-formule heeft. Oftewel, hoeveel oplossingen de vergelijking heeft. En wat is nou het geval als de uitkomst van de discriminant, als die groter is dan 0, dan hebben we twee oplossingen. Is de discriminant gelijk aan 0, dan hebben we exact één oplossing. En is de discriminant kleiner dan 0, dan hebben we 0 oplossingen. Dus we kunnen heel snel aan de hand van de discriminant zien en bepalen of een vergelijking wel of niet oplossingen heeft. En in dit geval heeft de vergelijking 2 oplossingen, want ik zie dat de discriminant 1 is. En 1 betekent groter dan 0, oftewel 2 oplossingen. En op deze manier kunnen we dus ook heel snel zien als een vergelijking geen oplossing heeft. Geen oplossing heeft. Laten we daar een voorbeeld van nemen. Laat ik zeggen. Um, 3. Oh, even andere kleur weer. Laat ik zeggen. 3x kwadraat plus 2x plus 7 is 0. Laten we hier een voorbeeld van nemen. Dan kunnen we kijken, de discriminant is de b in het kwadraat. dat is die 2, min 4 keer 3, keer 7. Oftewel, dit valt de discriminant gelijk aan 4, min 3 keer 7 is 21, keer 4 is 81, oh, 84, stel 84. Is dus gelijk aan min 80. Dus we kunnen meteen zien dat bij deze som er geen oplossingen zijn. Want de discriminant is hier kleiner dan 0. En hoe ziet dat er dan grafisch uit? Nou, als de discriminant er groter is dan 0, dan betekent dat de grafiek er ongeveer zo uit zou kunnen zien: dat we blijkbaar een parabool hebben die twee keer door de x-as heen gaat. En wanneer we een parabool hebben die zo gaat, dat betekent eigenlijk dat hij niet door de x-as gaat. En dat is het hier het geval. Dus dit is over dit plaatje bij. Eigenlijk wat de discriminant zegt, is die parabool die haalt nooit een y waarde van 0. Dus hij heeft deze vergelijking. Hij gaat nooit een uitkomst van 0 dit, dit kan niet. Dat laat je zien. Hij gaat nooit door de als. En wat betekent dan deze? Als de discriminant exact door is, dat betekent eigenlijk dat de grafiek, en dat kan ook trouwens een bergparabool zijn, dus laat ik nog een keer een bergparabool tekenen, dat die precies de x-as raakt. Dus we precies hier en alleen hier één oplossing hebben. Dat is wat de discriminant ons vertelt. Dus als je Bezig bent met een tweede graadsvergelijking en je moet onderbouwen hoeveel oplossingen die tweede graadsvergelijking heeft, dan kun je dus simpelweg die discriminant invullen, en dan dat ander zegt van, nou dat is groter, kleiner of gelijk dan nul, dus hebben we zoveel oplossingen. Dus hebben we zoveel oplossingen.